Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Hield Kafloris. Vandaag spelen we Clash of Clans. En er is weer een nieuwe sneak preview uitgekomen over de update die er binnenkort echt aan gaat komen. En wat het is, ga ik laten zien in deze video. Vinden jullie dit soort dingen nou leuk dat ik dat gewoon gelijk even laat zien op mijn kanaal? Wat de sneak previews zijn. Misschien kunnen sommige mensen van jullie niet goed Engels of zo, weet ik veel wat. Vinden dat nou even leuk dat jullie dat dan te horen krijgen? Laat het even achter door middel van een comment of een like. Ik zit op mijn account, maar dat gaat niet om mijn account. Het gaat nu om de sneak preview. Gisteren kwamen er al super troops en ik wou hier een video van maken. Maar toen stond hij in dat ze elke dag een nieuwe troep gaan aankondigen. Dus ik wou gelijk een video maken als de eerste troep aangekondigd is. Welke troep het is, laat ik zo zien. Ik zal eerst eventjes uitleggen aan jullie wat is nou eigenlijk een super troop. Want dat komt met de volgende update. En er komt dan zo'n dingetje te staan. En dit dingetje die je nu op beeld ziet, die komt hier te staan. Bij dat gekke mannetje. Daar komt hij te staan. En wat dat dus is, daar kunnen super troops in gemaakt worden. En super troops kan je krijgen vanaf Town Hall 11. Dat is voor mij super chill natuurlijk, want ik ga over een weekje denk ik naar Town Hall 11. Dus dat is super chill voor mij. Vanaf Town Hall 11 kan jij die super troop krijgen. En de super troop kan je dus selecteren. Dat zijn op het begin 4, maar er komen er meer aan. Later dit jaar komen er meer aan. Dus ze beginnen met 4 supertroepen. Die gaan ze allemaal bekendmaken. En hoe een supertroep werkt is als volgt. Je hebt dus 4 troepen. Je kan 1 van de 4 kiezen. En die is dan een week lang jouw supertroep. Dus bijvoorbeeld als je een barbaar kiest, heb je een super barbaar. Ik zal hem zo laten zien. Daar staat hij al. Een super barbaar voor een week lang. En dan een week lang heb je een cooldown. Maar, er is één maar. Als jij ervoor kiest om een super barbaar te kiezen, kan jij de normale barbaar 7 dagen lang ook niet gebruiken. Dus je kan alleen de super versie gebruiken. De normale versie kan je niet tegelijkertijd met de super versie gebruiken. Ik hoop dat jullie dat snappen. In ieder geval, je kan ze ook doneren. Dus dat is ook super chill. Er kan steeds iemand anders een andere supertroep trainen. Maar ik zal even laten zien, want de allereerste supertroep is uitgekomen. En het is de Super Barbarian. De Super Barbaar. Ik kan niet dit filmpje laten zien in mijn video. Want dan wordt mijn video waarschijnlijk gestrikt. Of ik mag dat niet laten zien. Maar ik zal het linkje van deze video in de beschrijving, bovenaan de beschrijving zien. Dan kan je een beetje zien hoe het werkt. Maar ik kan het ook aan jullie uitleggen. Want de Super Barbaar is gewoon een Rage Barbaar. Maar wat je ook ziet in deze village, als je hiermee natuurlijk speelt, is gewoon een barbaar die geraged wordt met woede. En die is gewoon een paar seconden op het begin dat je hem inzet. Net zoals bij deze village is die gewoon even geraged. En dan doet hij natuurlijk gewoon meer damage. En daarna is het gewoon een normale barbaar. En ja, dat is eigenlijk kort gezegd wat die barbaar is. Dit is de allereerste super troep. En hij is gewoon heel erg sterk. Hij is gewoon veel sterker dan een normale barbaar. Maar er komen dus nog 3 super troepen aan. Maar dit is dus de allereerste die ik met jullie dus wou bespreken. En ik ben ook super blij dat hij dus komt als ik Town Hall 11 ben. Want moet je kijken hoe erg ik in de buurt zit. Letterlijk. Dit is het allerlaatste wat ik met gold kan gaan uppen. Met elixir kan ik letterlijk alleen nog muren natuurlijk. En een goblin en een lightning spreuk. Voor de rest is mijn hele laboratorium max. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Dat ik die gewoon helemaal max heb kunnen maken. Alleen dus goblins niet en lightning. En van de dark heb ik alleen de skeleton spreuk niet. Heb ik 1 haste level niet. En ik heb een aardbeving level niet. Ik weet niet of die skeleton spreuk naar 3 kan of naar 2. Maar die heb ik gewoon helemaal niet gedaan. Maar na deze jumpspel is het gewoon klaar. En dan ga ik naar Town Hall 11. Of na de muurtjes bedoel ik. En mijn king die gaat nu naar level 36. En daar laat ik het bij. Ik ga niet naar 37 doen. Ik ga nu dark elixir sparen. Voor als ik dan Town Hall 11 ben, dat ik gelijk mijn queen naar 41 kan gaan doen. Want dat is mijn doel als ik Town Hall 11 ben voor dark. Dan wil ik zo snel mogelijk mijn queen naar level 50. Want Stefan die heeft bijvoorbeeld nu ook al zijn queen level 50. En dat is gewoon super chill. Dan ben je helemaal klaar met je queen. Ik heb zelfs ook een hamer klaarstaan. Die ga ik ook zeker nog gebruiken. En moet je kijken, ik heb ook nog 491 punten. Die ga ik alleen maar gebruiken op hero hamers, op heldenhamers. Ja, die heeft natuurlijk nu nog een afkoeltijd. Hoe lang duurt die afkoeltijd? Oh ja, ik kan nu sowieso geen ruimte. In ieder geval, ik ga continu hamers gebruiken op die queen. Want dat wil ik gewoon zo snel mogelijk naar voren level. Maar we moeten natuurlijk eerst deze muurtjes doen. Ik kan nog eventjes van gold, boom.
Doen we er nog één met elixir. Maar moet je kijken hoe erg ik in de buurt ben, jongens. Echt nog een paar muurtjes. Dus waarschijnlijk zal de volgende video, Clash of Clans video, zo over de volgende troepen gaan. Ik denk dat ik gewoon eventjes ga afwachten tot ze alle drie uitgekomen zijn. En dan in één keer, boem, een video ervan maken. En daarna wordt het gewoon Town Hall 11, jongens. Daarna wordt het gewoon Town Hall 11. Maar de clanspelers zijn ook nu bezig. En ik moet nog één ster halen met troepen zonder spreuken te gebruiken. Dat gaan we dus even in deze video doen. We gaan eventjes kijken of we een 1 ster kunnen halen ergens bij een base. Die best wel wat loot heeft, dat ik ook nog in ieder geval wat aan heb. En als we dat gedaan hebben, dan gaan we nog een avond doen. Moeten we wel even kijken. Gewoon misschien even een dragon avond of zo. We zien het allemaal wel. En dan gaan we de video eindigen. Het ging natuurlijk voornamelijk deze video om dus die zieke supertroep. En ik ben echt heel erg blij dat ze dat gedaan hebben vanaf Town Hall 11. En niet bijvoorbeeld Town Hall 12. Want dan had ik er gewoon heel erg weinig aan gehad. Maar ik ga even op zoek naar een tegenstander die ik kan gaan pakken. Die ik kan gaan 1 sterren. En dan kan ik de clan. Dan heb ik weer wat extra punten voor mijn clan spelen. Dan zal ik ook even de reward van de clan spelen laten zien aan jullie. Dus ik ben zo bij jullie terug. Ik zat super lang te zoeken. En ik heb even geen zin meer om nog langer door te zoeken. Ik ga gewoon deze beesten taggen. En ik ga gewoon kijken of ik die 5,5 dark. Ja, het zal wel iets minder zijn. Want het zal ook wel wat in de tunnel zitten. Maar gewoon kijken of ik 5k dark kan krijgen. En een 1 ster. We gaan het gewoon even zien zonder dus spels te gebruiken. Doe ik even hier eentje. Doe ik nog even 2 ballonnen hier. Dus voor die archer torens. Dat die in ieder geval doodgaan. Zodat mijn draak heel veel ruimte heeft om gewoon veel damage te doen. Ik ga er nog eentje op deze hoek zetten. Ik zal er nog even eentje op deze hoek zetten. Maar ik ben bang dat dan de air defense gaat helpen. We hebben nu nog maar 21%. Misschien moet ik mijn elektrodraak gaan gebruiken. Ik hoop het niet. Ik probeer het niet met de elektrodraak te doen. Ik ga hier even 2 draakjes doen. Want ik wil even die dark elixir. Ja, we moeten sowieso onze electrodragon gaan gebruiken. Anders gaan we niet de 50% halen. Ik heb natuurlijk ook nog wel mijn hero. Ik zal even kijken. We gaan gewoon eventjes kijken hoe en wat. Want ik wil eigenlijk wel die dark die daar ligt. Dat is gewoon 3k. Dat is eigenlijk best wel veel. Nou, ja, weet je wat? Dan gaan we gewoon voor. Wacht even tot die draken dood zijn. Ik ga gewoon nu komen met mijn electrodragon. Ik wil namelijk gewoon echt per se die dark daar hebben. 48%. We moeten goed komen. Oeh, dat is wel een single target. Oh, nee. Ik zit nu... Oh, ja. Goed maar. Weg bij die single target. Weg bij die single target. Ga ik het nou niet redden? Wauw, inverde draak. Dit is echt de meest nutteloze inverde draak ooit heb komen. Misschien kan ik... Ja, let's go. Queen, je bent een held. Je bent een held. Queen, je bent een held. Dan gaan we nu, als die mortier weg is, gaan we dit eventjes ragen. Boom, we hebben in ieder geval de dark. We hebben in ieder geval ongeveer 5k dark. Vind ik prima. Dat gaat namelijk even over dat ik deze nu voltooid heb. Die heb ik voltooid. En we zullen eventjes kijken, want ik moet nog heel veel punten. Ik moet namelijk die 4k nog halen. En kijk, hier is namelijk heel erg chill om... Ik zou trouwens ondertussen eventjes verzoeken. Boom. Hier is trouwens heel erg chill. Moet je kijken. Hier gaan we... Nou, wat is dit? Dit is een godstofdrankje. Die ga ik denk ik kiezen daar. Gems boeien me niet heel veel. Hier kies ik sowieso het onderzoeksdrankje. Die trouwens verbeterd wordt met de volgende update. Hier kies ik, denk ik, gems. Ja, want ik gebruik niet zoveel trainingsdrankjes. Hier kies ik 2 bouwvakkersdrankjes. Sowieso. Dan kies ik hier sowieso het herenboek. Dan kies ik hier sowieso de dark duister elixir rune. En dan als laatste keuze pak ik denk ik de dark. Of ik pak dan, want je kan natuurlijk dubbel kiezen. Of ik pak dan de 100 gems. Dan moet ik nog even gaan kijken. Maar wij gaan even kijken of we een nieuwe challenge kunnen gaan doen. Welke zullen wij eens vrijspelen? 600. Verdien 3 sterren door aan te vallen in de clan oorlog. Nee, ik zit niet in de clan oorlog. Dat is heel irritant. Volgens mij zit ik er niet in. Nee, ik zit er niet in, want mijn king is natuurlijk aan het uppen. Jammer, jammer, jammer. Wat hebben we nog meer voor hoge punten? Tot 50, voorzien 15. Nou ja, zoveel tijd heb ik niet. 15 is wel heel veel. Kunnen we nog hier even iets doen? Behaal vernietigd spelen. Weer duels. Waarom alles duels? Verdien 3 sterren tegen tegenstander met stand 6. Hoe kom ik nou tegen stand 6? Ik heb nog nooit een stand 6 gezien. En dit is weer duels. Dit is allemaal duels. En dit is mijn werker, maar die heb ik niet. Verzamel 3 sterren in duels. Alleen sterren die in de eerste 60 seconden. Ze willen wel heel graag dat ik duels doe. Weet je wat? Dan gaan we gewoon duels doen. Boom. Alleen in de eerste 60 seconden. Oké. Okay. Dan gaan wij duels doen. Boom. Oké. Ik heb die klokkentoren. Dat is helemaal super. Dan doen we een keer duels in de video. Ja, dat was niet het plan. Maar we moeten eventjes één zo'n dingetje halen. 3 sterren die we alleen in de eerste 60 seconden gaan droppen. Oké. Wat wij gaan doen is vanaf boven. Zo. Dan doe ik eerst even hier zo eentje. Hier zo. Val namelijk de laatste tijd heel veel aan met bommenleggers. Omdat ik die echt heel chill vind. Die zijn ook level 10 bij mij. Dat is zeg maar max voor mijn tunnel. Ik heb net een nieuwe tunnel gehaald. Ik ga eventjes hier zo eentje doen en hier even eentje doen. En doe ik voornamelijk hier. We moeten nu binnen, voordat die klok op 2 minuten staat, moeten we die town hall hebben. Ik denk dat dat wel te doen is. Ik vind die bommenleggers dus heel erg chill. Want als er gewoon muren zijn, dan kan je gewoon een vol doorheen. Maar kijk, die
Mijn hero zit al op de tuin al. Dus deze hebben we sowieso te pakken. Misschien kunnen we zelfs een 2-ster binnen 1 minuut. En dat betekent dat we nog maar 1-ster moeten de volgende keer. Dus dat zou super chill zijn. We kunnen even kijken. Ja, 1 minuut is echt mega veel, zie ik nu. Ik merk nu hoeveel 1 minuut is. In 1 minuut kan je makkelijk zelfs 2-ster halen. We hebben in ieder geval 1-ster. We hebben er zelfs 2 dus. Wat dus betekent dat we in ieder geval een deel van de challenge al gedaan hebben. Maar ik vind die bommenleggers echt gewoon mega chill. Ik weet niet waarom, maar ik vind ze gewoon echt chill. Ze doen gewoon mega veel damage. Je krijgt ook gelijk 4 natuurlijk als ze als ze level 10 zijn, krijg je er gelijk 4. Even kijken naar die challenge. Hebben we nu, 2 van de 3. Top. Oké, dan gaan we gewoon nog 1 attack doen. Dan moeten we weer binnen 60 seconden moeten we dan een sterretje hebben. Deze is wat moeilijker. Ik denk dat we hier misschien we kunnen wel via deze kant. Wacht eventjes hoor, jongens. Even kijken. Ja, doe eventjes hier. Boom. Ik wou zeggen voor de 50% moeten gaan. Zo, dan wacht ik heel even tot die king, tot die troepen kapot zijn. Nu doe ik mijn ability van mijn king. Kan ik hier nog ergens even wat percentage? Ja, dan gooi ik hier eventjes een dingetje neer. Dat is weer extra percentage. Oh, dit wordt wel lastiger. Deze wordt wel lastiger. Kan ik hier de 50% halen binnen 60 seconden? Dan heb je namelijk die challenge voltooid. Boom, doe even de ability van de hero. En als mensen nog niet een hero ability hebben, stop wat je aan het doen bent met upgraden. En upgrade alleen maar de hero. Oh nee, die gaat naar de verkeerde toe. Nee, dat is niet de bedoeling. Want dan gaat hij straks naar die, hoe heet dat ding ook weer? De crusher. Dat is niet best. Oh, kom op. Ram door die crusher heen. Dat gaat het niet lukken. Nee, als je iets aan het upgraden bent en je weet niet wat. Ah, dit is balen. Nou, misschien kunnen die bommenleggers binnen 10 seconden niet. Ze zijn zo langzaam. Ze doen wel damage natuurlijk. Oh, nee, dit werkt niet. Kom op. Nou, we gaan wel eventjes wachten. Want we gaan wel even die ster halen. Want ik denk als ze deze crusher pakken. Dan de goldmine pakken. En dan de legerkamp pakken. Oh, wegwezen van die kanon. Ah nee, ze zijn sowieso dood. Oké, dan moeten we nog even 1 extra avond doen. Ik zag al gelijk dat dit geen goede base was om snel 50% te houden. Want de town hall was best wel ver weg. Oh, deze guy is ook al klaar. Die had bijna de 2-ster. En dan doen we gewoon even nog 1 aanval. Ik zal even laten zien trouwens hier hoe erg ik hiermee bezig ben. Moet je kijken. Ik moet nu nog even deze gaan unlocken. Dan heb ik in ieder geval alle nieuwe verdedigingen van deze base. En als dat gelukt is, dan kan ik bezig gaan met upgraden. Maar ik wil eerst even alle defenses wil ik in mijn... Waarom doet hij nou zo raar? Waarom ben je dan niet klaar? Oh ja, daar was hij. Hij was eindelijk klaar. Nee, ik wil eerst even alle defenses verzamelen. Want als ik dan alle defenses verzameld heb, dan kan ik even een mooie layout maken van mijn base. Oké, dit is echt easy. Deze moeten we gewoon kunnen. Moeten die mortier snel pakken? Wacht. Even down. Kom. Doen we eventjes hier. Even kijken of hier iets is. Nee. Even één giant hier. Dat doet de rest hier. Dat doen we hier ook bommenleggers. Want die ene giant, die wordt dan afgeleid door de andere. Door de mortier. Waardoor die andere giants geen zieke splash op hun krijgen. Ik denk dat dit weer een 50%. Weer proberen een 50% te halen wordt. En dat we dat dan gewoon niet kunnen doen in 1 minuut. We gaan het even zien. Die eerste was wel heel makkelijk. Maar nu gaat het wat minder goed. Oké, kom op. Archers gooien we achteraan. Wat vinden jullie trouwens van dat ik deze village een keer speel? Laat het ook even achter in de comments. Oei, we hebben nog een halve minuut. We gaan sowieso wel die town al pakken, denk ik. Nee, dit komt wel goed. Dit komt zeker goed. Maar is het ook binnen? Ja, sowieso. Dit komt wel goed, jongens. Gooi ik nu even de abilities. Snel, we moeten namelijk opschieten. 48. Oh, nee. 48%. Snel, pak die crusher. 14 seconden. Ja, let's go. Dan gaan we hier zelfs, denk ik, een 2-ster neerzetten. Als mijn hero eventjes nu niet op die rare barbaren gaat en die archers gaat, maar gewoon eventjes damage gaat doen. Ik wacht eventjes tot hij op een gebouw zit. Boom, doe ik nu zijn ability. Nice, ja, dan zit hij weer te rammen op een muurtje. Dat is totaal niet de bedoeling. Inderdaad, pak maar die lap. Let's go. En dan hebben we nu 2 sterren gehaald bij deze base. Dan wacht ik nog eventjes. Laat ik nog even uitspelen. Misschien krijgen we wat extra percentage. Ja, dan wordt het hier... We gaan het hier beëindigen. Oké, dan hebben we hier een 2-ster, 59%. Maar het ging natuurlijk niet om de overwinning. We hebben deze ook niet te pakken, helaas. We hebben over de uitdaging weer voltooid. Let's go, jongens. Ga ik hier bij de video eindigen. Wat vinden jullie van de superbar? Laat achter in de comments. En wat denken jullie dat de volgende supertroops worden? Laat dat ook achter in de comments. Ik hoop dat jullie de video maar even kijken. Zien we nog een video. Tot dan, mensen.